Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Oké, wat vinden jullie van mijn haar? Ik was ook eerlijk gezegd vandaag helemaal niet van plan om een video op te nemen. Maar Amelie is langs geweest. En misschien kennen jullie Amelie nog van de laatste video die we samen hebben opgenomen. En Amelie heeft even mijn haar onder handen genomen. Die doet er altijd eigenlijk ook een soort van laatste touch aangeven. En laatste touch betekent dat je haar eruit ziet zoals je het eigenlijk elke dag eruit wil laten zien. En wat ik eigenlijk nooit voor elkaar krijg. Dus ik dacht, ik vond het een beetje zonde om dat zo voorbij te laten gaan. Dus ik had mezelf ook echt opgemaakt daarna toen ze wegging. En ik dacht, ik ga gewoon filmen. Want ik vind het gewoon... En ik had toch wel op de planning staan deze video. Want die wilde ik graag filmen. En praten over haar terwijl je haar goed zit. Leek me eigenlijk wel heel toepasselijk. Ik heb mijn laptopje heb ik hier. En ik wil eigenlijk terugkijken naar de oude foto's van mij. Want als jullie me al jaren volgen. Ik weet niet of die kijkers er nog steeds zijn. Maar mochten mensen mij nog steeds kijken en me al jaren volgen. Dan weten jullie dat ik heel wat haarkleuren gehad heb. Ik wilde gewoon met jullie samen daar naar terugkijken. Dus laten we gewoon beginnen. Ik ben heel benieuwd hoe ik dit ga doen. Oké, ik heb hier foto's nog uit 2004. En sommige foto's denk ik... Die wil ik niet eens online laten zien. Ik maakte toen nog foto's van... Sorry, ik kom een foto van mijn moeder ook nog eens tegen. Dus dat is ook meteen iets emotioneler. Ik maakte toen ook foto's gewoon met een fototoestelletje. Ik weet niet, tegenwoordig maak ik eigenlijk nooit foto's van met het fototoestelletje. Oh ja, dat is misschien wel leuk om te laten zien. Echt, volgens mij droeg ik vroeger geen make-up of zo. Ik weet niet, in ieder geval in 2004 nauwelijks. Dat is misschien ook nog een leuk onderwerp voor een video. Maar in ieder geval, ik heb hier een foto. Oh my god, ik heb echt een foto, een vakantiefoto gevonden. En dat was nog eigenlijk uit de tijd dat ik volgens mij nog zelf mijn haar verfde. En ik was blond. Dat was nog mijn blonde periode, maar ik was wel echt geel blond. Het probleem met mijn haar is dat het uit zichzelf heel erg warm van kleur kan worden. Mijn haar is wel geneigd gewoon naar de warmte toe. Dus ik probeer er eigenlijk... Ja, een beetje een balans in te vinden. Want ik heb ook wel eens hele coole kleuren in mijn haar gehad. Echt alleen maar cool. En dat vind ik dan ook niet mijn ding. Dus het moet, zoals bijvoorbeeld nu, heeft Amelie er best wel een natuurlijke bruine kleur in gedaan. Zodat het ook wat matcht bij mijn uitgroei wat later gaat komen. En ze heeft hele coole highlights ingezet. En dat vind ik dan een mooie balans. Maar ja, dat hele warme, dat zit gewoon nou eenmaal in mijn haar. En een jaar later, zo te zien, ging ik weer terug naar donker. Oh my god, dat is wel echt een... Toen was ik met Jeroen naar Antwerpen geweest. Toen was ik gewoon weer terug naar donker. Echt, ik had op een of andere manier ook het idee... Van de zomer was ik licht en 's winters had ik weer de neiging om weer donker te gaan. Volgens mij deed ik het wel vrijwel zelf allemaal hoor. Ik vind het echt, dit is een foto uit 2006... Dat is dus inmiddels gewoon... Oké, dat was oud en nieuw 2006. Dus 13 jaar geleden. Dat is best... Wow. Toen was ik... Oh my god. 21. Echt bizar om te zien. Maar toen was ik dus... Dat is dus ook een foto van de winter. En toen was ik dus ook donker. En dat vond ik leuk om mijn haar wat... Dus voor de gelegenheid ging ik het dan opsteken. Maar als ik bijvoorbeeld naar de zomer kijk van dit jaar... Nee, was het eigenlijk nog steeds donker met wat plukjes. Dat is echt zo verschillend. En ik heb het toch uiteindelijk best wel lang donker gehad, merk ik. Ik ga jullie even een foto laten zien. En ik weet dat op deze foto niet goed te zien is. Maar dat was ook dus een van mijn donkerdere haarperiodes. Maar op deze foto, je ziet het niet, maar dat was echt mijn zonnebankperiode. Want echt zo donker, het lijkt nog niet eens op die foto dat ik zo donker was. Maar... Ja, ik was dan heel donker. En dat was trouwens in 2008. Deze foto is uit 2009 van de zomer. En zoals je ziet was ik toen hartstikke blond. En ja, nogmaals, ik schakelde gewoon heel snel over. Maar het ziet er eigenlijk ook meer uit als heel veel highlights. Maar volgens mij heb ik highlights pas veel later ontdekt. Oh my god, ik heb een hele, hele blonde foto gevonden. Ja, toen, dat was, dat weet ik wel. Dit was in 2010. En toen, dat was denk ik nog wel echt een periode dat we net waren verhuisd. En volgens mij had ik toen ook echt Amelie ontdekt. Ja, dat denk ik wel. Want dit ziet eruit als heel mooi gestyled haar. Volgens mij werd het eerst gedaan nog door iemand anders die bij dezelfde kapperzak werkte.
Maar ik had toen in ieder geval gewoon opeens blond haar. En wow. Dat is wel echt. Dat was dan echt mooi blond ook. Nog steeds aan de warme kant. Maar het was mooi. In ieder geval veel mooier dan wat ik uiteindelijk zelf had. Oh ja, dit moet ik ook laten zien. Want dat weet ik dat Amelie mijn haar toen gedaan had. Ik had namelijk meegedaan aan... Het was een hardloopwedstrijd. Ik weet niet. Ik werd gevraagd door een kennis van ons. Als soort bloemenmeisje. Je ziet het wel. Ja, dan had Amelie echt volgens mij ook heel veel highlight in mijn haar gedaan. En zo. Het is echt... Dat was super mooi gestyled. Dus ik had natuurlijk ook gezegd dat ik voor een officieel event dat ging maken. Nog een leuke foto gevonden van mij en Cosmo. Super schattig op het strand. Maar daar kan je ook best wel goed die haarkleur zien. Toen was het echt gewoon blond en met flink veel highlights. En dat vond ik echt wel, wel mooi. Ik moet zeggen, ik heb blond altijd wel een hele mooie gevonden. Maar ja, het waren gewoon tijden dat ik terug naar donker wilde. En ik moet zeggen, het is best wel lastig om een kapper te vinden die in je wensen meegaat. Hoe gek je wensen ook zijn. Ik heb eigenlijk salon van waar Amelie destijds werkte gevonden. Omdat zij eigenlijk niet bang waren om opeens zeg maar mijn haar van donker naar blond te laten gaan. Zonder, want ik bij andere salons krijg te horen van ja, je moet eerst met heel veel highlights beginnen. Uiteindelijk kom je er wel. Maar ik had er geen zin om elke keer, ik bedoel highlights zijn nou, gewoon duur. Om elke keer zoveel euro uit te geven. En uiteindelijk is straks ja, steeds minimaal verschil voor mijn gevoel. Ik wilde eigenlijk meteen naar blond. En ik weet dat het echt helemaal niet goed is voor je haar. Maar A, mijn haar kan best wel hebben. En B, ja, soms wil je gewoon wat geks. En toen was ik natuurlijk nog een stuk jonger. En wilde ik gewoon elk seizoen een andere haarkleur. En dus wat dat betreft is dat op die manier een beetje gekomen. En zoals ik het kan zien is het daar nog een beetje aanhouden. En het waren wel echt variaties hoor. Een variatie in blond. Want op een gegeven moment had ik ook, en ik weet niet, als ik de foto kan vinden dan zou ik die er ook op plaatsen. Van toen ik een, volgens mij heb ik die nog ergens ooit op Instagram aangedeeld. Dat was een van mijn eerste foto's. Dat ik opeens een soort bedacht had dat het mooi zou zijn om hier zeg maar een soort van rode lok uit te laten komen. En het was op zich wel leuk, want als ik mijn haar los had, wat destijds regelmatig had, dan zag je hier zo'n mooie, diepe, soort paars rode lok. Ik vond het echt helemaal de shit destijds. Maar tegenwoordig zou ik dat niet meer zo snel doen, denk ik. Oké, ik heb dus zo'n foto gevonden. Let er maar niet op hoor, want ik hield vroeger best wel van ontzettend bewerkte foto's. Dat is een foto uit 2012. En daar zie je dus wel hoe het dat eruit zag met een lok. Vond ik nog steeds eigenlijk echt heel mooi. Volgens mij was dat ook een periode waarin ik besloten had om een pony te laten knippen. En uiteindelijk was ik er echt niet zo super blij mee. Omdat ik pony gewoon bij mezelf heel onhandig vind. Zeg ik, terwijl net een half uur... Een uur geleden met Amelie nog het had over een pony. Oh ja, en toen... Oh wacht, dat zijn de echte foto's die ik met mijn telefoon had gemaakt. Ik weet niet eens of jullie deze foto's zullen zien, maar dat is echt wel grappig. Dit is dus ook een foto van 2012. En zo kan je ook een beetje zien dat de onderkant van mijn haar was donker. Dus uiteindelijk heb ik het ook best wel donker laten verven. En de bovenkant nogmaals, dus best wel bewerkte foto. Maar de bovenkant... bleef gewoon licht en gewoon lekker in laagjes geknipt. Een soort emo-achtig idee, ik weet het niet. En wauw, ik hield echt een best wel heftig make-up, ja. Deze foto zegt echt helemaal niks van mijn haar, maar ik laat die toch wel aan jullie zien. Fun fact, in 2013 toen ik ging trouwen, toen heeft Amelie ook mijn haar gedaan. En ik vond het echt super mooi, want er waren allemaal vlechtjes en hele fijne krulletjes. En toen was ze gewoon blond, want ik wilde ook echt, dat heb ik volgens mij een week voordat we gingen trouwen, ben ik bij haar geweest om te kleuren. En toen heeft ze het heel mooi blond gedaan. Ik vind het nog steeds een hele mooie blonde kleur, het was gewoon heel natuurlijk. En niet te koel, absoluut niet te warm. Ik wilde gewoon trouwen en blond zijn. Want ik vind het nog steeds heel mooi om terug te zien ook op de foto's. En mijn haar was ook toen lekker lang. Ik denk dat als ik het weer zou doen, dan zou ik denk ik... misschien toch wel meer opsteken. Want ik wilde het wel half opgestoken hebben. Met allemaal van die kleine krulletjes en zo. Ik denk dat ik het wel anders zou doen. Maar goed, destijds vond ik het heel mooi. En ik voelde me echt een prinses wat dat betreft de hele dag door. Oh my god. Sorry. Ik heb een foto gevonden van dat heet Crea Bea Lux. En misschien als jullie het leuk vinden. Maar laat het me hieronder weten. Het is wel leuk om voor een andere video hier langs te gaan. Want ik was helemaal vergeten dat ik deze... Oké, dat ik deze foto had. Oh, wacht. Ik heb
Oh, wauw. Ik ontdekte echt opeens allemaal leuke dingen. Van wanneer is deze foto? 2010. Dat is mijn blonde periode. Ik heb denk ik inmiddels wel gezien. Dat is dus wat mijn haar een beetje doet. Het was dus ja, waarschijnlijk mooi blond. En dan wordt het opeens een beetje oranjeachtig. En foto's van mijn laptop zijn op eigenlijk na 2010. 13 staat er niks op, want volgens mij vanaf 2014 ging ik een beetje foto's maken met mijn telefoon. Maar op mijn telefoon staan ook nog een paar leuke foto's die ik hiernaast laat zien. Maar eigenlijk, ik denk dat ook een beetje vanaf die tijd, gok ik zo inderdaad vanaf 2014, was mijn standaard look. Was gewoon mijn donker haar, de ondergrond zeg maar, ondergrond. En daaroverheen heel veel highlights. En dat heb ik ja, ook weer allemaal verschillende variaties in gehad. Ik heb trouwens ook een keertje mijn haar ook heel kort gehad. Dat was toen ook door Amelie gedaan. En dat heb ik toen gefilmd. Ook hoe ze het geverfd had en zo. Ik laat die video hierboven nog achter. Want dat was echt super grappig om te zien. Ik met super kort haar. Dat was echt de enige keer dat het echt zo kort was. Een soort van echte bob was het. Echt bizar. Maar dat was wel echt ook wel heel leuk. Wel tijdelijk. Want ik ben toch meer van de lange haren. Ik heb het eigenlijk aan het begin. Denk ik nog voordat ik naar Nederland kwam. Dus echt toen ik heel klein was. Toen heb ik het steeds met henna geverfd. En dus het was elke keer best wel rood. Dus ik heb nooit echt mijn natuurlijke kleur gehad. Of in ieder geval niet zo lang me kan herinneren wat dat betreft. Dus dat is het een beetje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En nogmaals, laat me hieronder weten. Mochten jullie nog mijn oude make-up looks willen zien. Want toen het allemaal nog veel extremer was. Toen ik nog echt tijd had om te spelen met make-up. Ik zou zeggen, vond je deze video leuk? Vergeet niet het duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal mocht je die nog niet gedaan hebben. En ik zie je in de volgende video weer. Doei!